absolute girl. Shout out to Zibru Mr. Meyer. Zibru Mr. Meyer. Zibru Mr. Meyer. Back with another public service announcement. Back with another public service announcement. Hi, Jason. I hope you guys are feeling good this morning. Hello, guys. I'm back with another episode of the PSI podcast. Kijk eens aan mensen. Ons is aan die brand in die studio. Kijk eens aan. Vandaag het ons een tap aan die plek. We zijn loop. Zeer aan mensen. Gaat verder. Loop, dijken. Mijn bro, ons is maar opmaken op die namen, man. Ja, nee. Dit is jouw namen. Asu, man. Right, though. Maak warm, moeten als jouw naam. Kijk eens. Waarom? Moerai, fa, bab, bab, bab. Ja, fuck. Ik kan moerai richten, ja, laat Scott eens maar fietsen, maak je zaken. As. Waarom? Ja, dames. Tien van. Zo. Va, ba, 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 dit komt bij ons een latte. Va, ba, ba, ba. I'm doing the nice like a song. Va, ba, 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 snog. Come on, ba, 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 as the PSI podcast, I told you we're changing the game, people. Ba, 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 sit from Piavo Salata. Come see the tags and the price. I'm doing too nice like a so. Ba, 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 ba. Huh? Say so, ba, 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 ba. Hou jou knees op my hasselijk. Hou jou oog op jou puislip. Ek kijk na my broese, los die van waar die van buislip. Thank you, Lord, for the patience, all the supporters, the haters. Alle gooi sand op my naam, but they pal groei nog hier buiten. En daar nou weer, man. En daar nou weer, man. Kijk, ons kan nog veren aangeven. Welcome to the PSI podcast, man. Jaren, wat is het teppout? Ah, is man, jong, man. Nou, is aan die brand, bro. Dank je, beste man. Luister, mijn bro, zo'n op tijd toe. Zo'n gaan ze maar kletsen, die dan klommen, bro. Let me people need to understand. Die man is een bezig is, man. Behalve de music, you've been in the business for a long time. Lekker tijd, ja. Nou, zo safe, safe, mensen. Net een klein beetje van die geschiedenis, dan gaat het zo in. Ja, kijk, waar begin ik? Ik was eerst met drugs bezig, man. Ja. En achterna toen ik realized hoe mijn fysiek raak. Mm. Nee, die dingen zijn wel, die zijn rechte dingen, man. Mm. Zo laat ik maar van die negative af naar die positive toe. Maar je gaat ook in liggen waar mensen zeggen, is makkelijk. Als je makkelijk, obviously, ja. Vaar dat ze gewoon groot gij alles. Ja. En om nou weer in die positive kant of is, nee, mijn broer, is niet makkelijk. Nou, ik heb die conversatie nog bij mensen waar nou kinderen zien, als kinderen zijn iets bezig met iets onwettig. En ze krijgen mij groot gij al. En dan zijn ze nou used to a certain lifestyle. Use, ja. En nou kort zijn serie mensen waar je nog over een gig, mijn broer. Ik heb 200 en ik zeg, mijn broer. En dat daar was die misschien al. Ga dan niet zeggen, mijn Olaf. Of je niet. Want ik was staan, nou, maar listen je. Zo, so nou, hoe het voor jou begon. Maar obviously, het was een big change voor jou. Hoe zei ik, nee, ik kan nog een hier dingen klimmen. Nou, kijk, ik heb gezien die gap op, vooral op die TikTok-ding. Ja. Verstaan, toen zie ik, nou, ik heb eerst gekeken, wat maak ik aan moment? Mm. Toen zie ik, wat kan ik naar die tafel te brengen wat niemand maakt? Dat ik omdat ze op TikTok zien, ze hoor, wat zeer die mensen, DJ Khaled, yes. Van Amerika en DJ Khaled. DJ Khaled. Because ik het gerealiseerd, ik kan allemaal die lighties bij elkaar brengen. Ja. En laten ze een unit bouwen, because ze is meer powerful als allemaal samen, als wat ze alleen gaan wisselen. Kwaai. Zo, so, dat is maar die ding, man. Wat is je makkelijk hiermee? Als je makkelijk, nou, en dan vertel eens een beetje van die spreekwoorden van jou, van hoe kom ik zien, als je iemand krijgt, dan blijf van mijn stad even aan zijn, loop, ik tap met jouw vijand. Vertel eens een beetje van die. Uitbindig of jou altijd. Ja. Dus ik ga lopen dat ik kan, because ik heb gezien, je zit een paar dingen wat voor wacht, maar dat is drie dingen wat gegarandeerd is. Ja. Als eierste is je tronk, ja. Als je hospitaal of als je begraafplaats. Mm. Zo, so, dat is waar loop dat ik kan vanaf komen. Zo, mm. So, tip out je vijand. Ik heb gezegd, nee man, ik heb gespeeld met die vijand. Ja. Zo, so, ik kan me niet in en weer gaan, ik ben nog tip out, man. Ja. Zo, so, dat is waar die woorden vanaf komen. Nou, als jij nou zien, nou, wat je zijn nou boodschappen van ladies, nou, wat op je up and coming is, obviously, zij is nog altijd van een gemeenschap. En obviously, in een gemeenschap, beenderschap is nog altijd een groot ding. Het is never gonna go away, ons weet maar zijn, because at the end of the day, als ons weet hoe die system gaat bouwen, ze zijn onze mensen, een beetje af te houden, en dan gaat hij misschien geel, of wel zal hij uit kan komen, due to the schooling system, due to unemployment, dat is klomp goed, ons verstaan ook die reden dagen, dus gaat het nou daarin niet. But just to give you a point now, zijn als ladies en ik in jouw gemeenschap, misschien niet te talents. En hulle weet nou nie aan, want die komkos obviously hulle het me soort in role models. Yes. Hulle sê net, nah, okay, ek weet ek van die pad, mene, ek maak ons my enige naam op, en een nieuwe BMW, of een nieuwe Hilux, so, hy is like soos die, nou like, nah, raak, hy jou role models. Nou wat is jou boodschap dan nou voor lights wat nou aan hy goed te kyk? Kijk, ik was jouw waar vandaag, man. Ja. Opgekeken naar die drug dealers toe. Ja. Gangsters en zulke goed, because OCT en onze brain community,
het ons like mense om op te kyk na toe nie. Mm. So wat ek vir jong leities hier buite sal sê, even vir groot manne, because is baie groot ouens wat nog soos leities ek. Ja. Yeah. Because met soorten die kom jy met ouder. Ek kon nie met ouder domie, ja. Yeah. Verstaan, so my boodskap is simpel aan die leities man. Werk sy net aan jou craft, as jy goed is in painting. Mm. Werk aan jou painting, ah, lach mense vir jou. Ek sê die altijd sê vir Scottie sê, baie mense het van my gelacht toe ek my eerste intro op een song sit. Mm. Maar toe die song number one slaat, toe lach hulle nie meer nie, nou moet hulle betaal om van my te lach. Kwaai. So, as ek het kan doen, en Mr. Meyer kan het doen, kijk ek over Mr. Meyer al baie jare op. Mm. Tijd het was in een kwantum gesit, die dreadlocks vaak. Alles gaat op, maar die ding is... Alles gaat op, maar op. Ek weet nog kan het nou nie, hy is way big. Verstaan, so, kijk, my boodskap is simpel voor die leiders, man. Ik heb aan de tijd gekeken naar Mr. Meyer, toen kijk nou nog op naar jou, because hij is een van die paans in die industrie. Mm. En hier zat ik vandaag lang zo in de podcast. So, ze moet altijd deal geven, waar deal gegeven wordt, man. Nee, en ik waardeer het. En voor mij is het dubbel, baie dankbaar dat hij hier is. Because obviously I've seen what you've done, en ik nog eens zien hoe TikTok het changed it. En min, zij was oorals als show, ik heb gezien, zij trek op een klomp plikken, en die mensen gaan vliegen voor jou klomp liefde. Mm. En hoe was hij voor jou, in a different positive light? Zij had ons van die negative eerste, waar hij eerst gewist het. En nou, hoe voel hij voor jou? Ons hebben allemaal gepraat over die love. Hoe is hij voor jou nou? Nou, kijk, ik vind het overwhelming, man. Because right now, hoor ik zo maar, ik heb nog niks hier en ik heb niet. Allemaal het niet verkast. Aan de tijd was ik, zo'n huisvriend, door man getukt. Kijk, ik heb mezelf getukt, man. Ja. Zoals ik bij die family ingekomen, voor alles al een keer gauw. Mijn één enkel is aan molen nou. Oké. Okay. Als ik gekomen op een vrijdag, weet ik, nou, die kennis gaan naar Masito's geven. Nou, ga ik een beetje shopping. Ah, zijn minus uit die betekjes anders hier gedaan. Ik heb al een tijdje ook. Ik weet, nou, hij beroes geen soepaas leven. Oké. Je moet vroeg bij die Masito's. Het is jaren met mijn maal, dat is allemaal bekeer. Zo, mijn aunties en ankels nooit van mij in de huizen geheerd. Because hulle het van mij genoemd huisvriend. Huisvriend. Een tip out geweest het. Oké. Because ik stuur, ik het online shopping moest gedaan, man. Ik stuur, nat was goed van die leidlaaf. Daar hoor je dat. Het is overwhelming nou, man, om te kan zien hoe mensen, like, vooral in die buitenplekken, ik wil het nog één ding zeggen, die kaap is groot. Ja, die kaap is groot. Maar die zelen zien die kaap is bij je even. Mm. Buitenkantse plekken, nou, alle prijzen uit voor ze. En ik vat meer mijn gift in, voor Scotties zullen allemaal buiten doen, als dat ik hier niet kaap is, was hier. Er zijn een paar mensen wat onze prijzen uit, maar die kaap, nou, buitenkant die kaap. Nou, die dingen niet gaan. Nou, wat nou, misschien je oude lieve en je nieuwe lieve of wat je nou is, heb je dat ooit gemengd? Heb je ooit zelf gezien in een situatie waar misschien zij is bij je ding en zei, ja, kijk eens, hoe doe je aan de dag? Misschien wat kleur in je of zo niet, maar... Nee, ons praat op strijd niet mee, bro. Dit is nou één ding wat ik het maaien van je podcast. Ja. Je praat ze open, man. Ja, open, ja. Kijk, aan het begin toen ik bij TikTok kom door iets, ik was nog steeds van 10.000 followers. Ja. Right? Toen kwam de guy, ding het ze op, ja, zij zou wijs raak, man. Nou skop hij ouds jou af, moest aan, man. Ja, zij is een keyboard ninja, mijn bro. Zij gaat het zo maar nou laten verstaan, man. Kwaai. Ik heb hier gekomen om te spelen, maar na, toen zag ik bij zij is. Mm. Maar toen zie ik je verkeerde jenen. Maar het is ook oké voor hem om nonsens op mijn video te posten. Maar het is ook oké voor mij om tot bij zijn huis te gaan en ze kijken, ik heb de tijd voor die keyboard bizarheid. Hoelijk dan? Het is real life hier buiten. Mm. Verstaan ze, ongelukkig, bij een mensen weten dat hij zijn leven verloor. Mm. So, zij wil je altijd zo zien, maar ze draaien maar om. Kijk, ik wil je nog om nonsens praten, die Mr. Meyer, man. Ja. Als je makkelijk om positief te wezen. Nou, dat is wat ik je zeg, want obviously mensen gaan je nou toetsen, misschien dat zij nou een andere rol is van nou, zij op een stage. Maar dat zij nou eerst daar, dus, ik ken bij je mensen, want ik ken bij je mensen gemieten met jaren, of toen klom familie, klom mensen gemieten niet daar. Misschien hulle liever gechange, dan is het. Hoe kan je zeggen, man? Als mensen tegen om, om misschien je oud zelf uit te brengen. Zij wil jij persoon misschien, want zij is misschien nou met een positief ding. Mijn broer haas. En nou hoe maakt zij iemand zien misschien iets en zij wil, like, ja, mijn broer. Weet je wat is al rijk? Maar ja, dit nou de dag bij jou op je steeds toch warm en gooien. Te gooien voor ons met een borrel. Mm. Te gooien via een papzak. Te skop ons hij ding terug binnen naar jongens gezicht. Mm. Die crowd voelen ze oké voor die jongen voor ons te gooien. Maar dat is even oké voor ons om hem terug te gooien. Dus ik, nou, ons is mens, man. Ons is mens, ja. Ik heb toen niet ook op ze die. Mijn broer, ik maak nog elke dag fouten. Heet lijf, heb je gezien van Cardi B? Wat maakt ze? Nou, die zei voor jou, because people don't understand. Alle zei, hoe fijn moet ze nog altijd mens? En ook dat mens, ja. Dat is respect, is ook dat is respect. De mensen dank niet. Oké, okay, zij is misschien nou op een level. Nou kan ons voor jou doen wat ons wil. Ah, zei. En zij kan ook niks doen, want zij is nog een kind. En zij weet, jouw fijn was maar nou afgevat. Als ze nou iets doet. Maar hoe weet hij aan? Hij zei, dank ons als mens op een van die dag. Ja. Als ze bij mij toetsen, ga je terug toetsen. Ja. Waar staan, ik weet die bijbels, ja, als er één wang, als er één wang... Een andere wang, nee, nou, zij gaat jouw andere wang van mij, ik staan. Als een wang voor een wang. Nou, maar wat zei je, als een eye for an eye will leave the world blind, no? Dat is nou, was hij Mahatma Gandhi. Maar dan is er nog in islam, als zei je, you know what is it? Wat was het, eye for an eye? Wat was het?
Ik draai nou maar dingen zo goed. Als ik, soos, ik weet jou, zij staat voor mij. Ik kan het los. Maar als ik moet mezelf definiëren als een persoon. Thijs, weet je wat het zegt? Ik moet mezelf definiëren. De end of the day. Ja. Wat kan ik doen? Ik is altijd mens. Hij is mens, ja. Ja. So now, also now, what that now? Als zij nou misschien op die stages en ze perform en ze krijgen obviously liefde. Krijgen ze misschien een paar grums als ze af van die stages of kom? Huh? Ja, wat krijg je bij je? Maar ik geef jou grums terug. Ik kan zo over. Ze wat gaan we in die grum riepen? Kijk, ja, als het nou de dag tot die hele score zit en met zo'n spleen. Dus daarom is nou ouwens haar op grond wat voel. Ja, jullie die gaan Lisa om voor oorsta kan sê. Jullie kom hier niet toe vraag. Weet ze bij die City of Cape Town. Laat ze zeggen, het is jouw grond. Okay. Ik heb die waarde die tinder gekregen niet meer, bro, man. So in andere woorden, jullie wat eieren stok voor oorst kon misschien nog geen oorst grims terug. Nou, zoals verkeerd. Na, dingen loop je zo niet, man. Als ik van die pasta zie ook, mijn brood, baat het ze preach voor die mensen. De Lord is gonna provide, maar ze eten brood zich al in je zak om voor je neighbor te geven. Yes. So gee eieren die brood zich al voor je neighbor, maar dat is wat ze klomp de hondjes aan het koperen. Gaat praat, ja. Action speaks louder than words. Now, that is why I also want to go back in this podcast om te sê, as baie belang vir ons, as brain mense in die kapen, die upliftment ding is baie belang, but sometimes it's also a bit hard, as you know, die negative feedback kry van mense, en die mense verstaan you in a whole different world, dan sê sê, as a completely different ding, bendeskap is bendeskap. Yeah, and man. Once you in entertainment, die twee gaat net nie saam. Kan nie saam gaan nie. Kan nie saam nie. Wat sê julle uitmaal? Dit is nou so'n ding as halfway crooks. Ah, gelat nie mee, bro. Huh? Ah, en hy ding of jy en hy ding. Ja, maar is klomp fake news as jy op die social media. Jy. Nou, hoe voel jy wat die social media mense, man? Kijk eens, het jy ook gemiet al, iemand stuur misschien iets van jou op social media en dan krijg je een reële van alle foto. Gestaan, ik weet niet, die was dat tip aan over om warm als jullie zien. Zo tip aan foto alsjeblieft. Kijk je die mensen maar hij verstaan, zoals ik het gezien die op social media. Alles wat ze zien op social media, ik is jammer om het te zien, maar ze komen al jaren die dingen. Ja. En het is goed wat ze jaren geleden gepraat is. Alles wat ze op social media zien is ongelukkig hier really. Yes. Zoals die een braaf van mij post elke dag om het G-weekend en allemaal die goed. Maar die man het geoeben nodig, dacht ik om het gaat meet. Toen vraag ik mezelf, waar is die G-weekend? Waar die G-weekend? Ze posten van die G-weekend al die tijd. Hij het geslipt, ik kom maar eerst toen hem toezien, ik is in naïe bij zijn G-weekend. So, ja. Tijd dan van fake it all you make it, hij zegt, jou ziek maken. Ja, fake it all you make it. Als hij is de zetie of zetie. Of zetie, ja. Zij is nooit te goed om vlecht te raken. Nou, ons praat nog bij je wat die doen. Some people, they don't want to show the truth van ons bitter om. Misschien als je die likes zag of die views zag. Yeah. Obviously in die business waar ze ja gaat maken, waar hij maakt hij sens. Maar ons het nou een stage waar mensen alles honger van hij voor views en voor likes. En dan zal enige iets doen. Dat is die ding, mijn bro. Maar ik heb gezien, maar die ding voor views. Ik kan nou mijn naam zetten, kap ik mijn spijker in een plank, dan krijg ik een million views. Maar nou zeg ik net voor de light, ik kijk eens stel veel CV op en gaat zoek veel werk. Yes. Dan maak hij dan ze 20.000 views. Maar laat ik nou net mijn naam zetten, kap. En ze 2-3 million views. Thijs ongelukkig, omdat ons mensen is te gewoond aan fake, man. Yes. So als ze de realness krijgen, dan gaan ze niet verstaan. Nie. Kijk bijvoorbeeld, Meyer kan van mij zeggen, weet je wat is, man? Zoals we even gepraat hebben bij de radio station. Kijk, dit is hoe ze maakt, ze moet voor alles een prijs zitten, man. Kwaai, ja. Zet voor je catalog uit, zij zet jouw eigen prijs aan, because wat zij is jouw eigen baas. Nou zie je, als mensen praat van, kijk, ik kon wifi over de 21st, wat, dat is mijn prijs. Dat is mijn prijs. Zij kan zeggen, als maal, dat is bij jou. Maar het is van mijn maligheid gekost om hier te komen. Om hier te komen. Nou, but at the end of the day, I'd say, let me know, you might not want to come to me now, but die dag wat je wakker gaat krijgen, is die prijs meer. Nah, hij is ook je waarheid. Nee, hij zei, nah, ik wil je misschien laatst. Ja, toen zei hij, stiek uit, mijn bro. Toen vraag ze misschien, maak nou een voorbeeld. Duizend rand, zei nah, kan het geen. Nou, zei hij, mensen weer vragen, mijn bro, de prijs is nou 15. Dat is het dan. Maak een voorbeeld. Nou, zei hij, en nou, zei ja, maar dan, het werkt niet zo niet. Obviously, as you grow, die prijs moet ook groeien. Dat is het dan, mijn bro. Een man moet nou bij je beginnen Engels praten ook, man. En als Engels al opgeraakt? Ja, het al opgeraakt. Nou, dacht toen zei die dame van mij, je must work a bit on your vocabulary. Toen zei ik van, ik ga ze maar nou dingen recht maken voor ons, maar toen ga ik bij je toe, dan koop ik een Cadbury. Zij weet dat ze, zoals ze zijn half pad daar. Met je chocolate in die morgen als je Cadbury, je wou Cadbury recht maken. Nou, waar je bent, nou, hoe het social media van jou gejaagd praten van TikTok en zo, man. Obviously, daar is je mijn bezigheid hier, dan is je bezig met klompen of andere dingen van, ik weet dat ze bezig is, man. Yes. So, nou, hoe het eigen week voor jou, met jouw namens en zo? Kijk, ik heb social media gebruikt tot mijn advantage, man.
Verstaan, kijk, omdat ik zie elke dag is een klomp nonsens op. Zo, als ik vandaag voor rijd, ik, net, ik als een comedian vandaag, dan is ik een comedian voor die dag. Zo wordt het voor mij bijna gehouden in de zin van zo'n schrijven. En ik heb ook gerealiseerd, social media is eigenlijk een business wat bijna van ons weet. Yes. Because whatever ze uitzet, dat is wie ze heeft jou zelf uitzet. Verstaan, ik kan niet zeggen, ik heb een iPhone, maar mijn phone vat foto's zoals mijn hobby's. Die product op je een van die dag gaat praten. Zo, social media is voor mij bijna gehouden in de zin van bijna mensen zien ik als... 2-3 scholen doe ik een week. En hoe doe ik het? De government betaal voor ons. Because ik ga niet meer tijd gaan moest om te praten met mensen van niet het werk is hoe niet. Ja. Verstaan, daar is voor je goed wat ons doen, maar dan is dat goed wat ze overigens moet betalen. Nou, maar ik lijk ze als ik goed te praten, man. Want ons nou die conversatie gehad, nou bij je mensen, alle komen nou like in die gamen. En ik verstaan, we have to obviously make way for lots of new ones. Yes. But wat ons nou gesteld is dat you have to go educate yourself as how so this thing works. Yes. Ja, more kan zei, as ik kan niet zeggen easy niet, maar iemand om nou iemand 3-5 miljoen likes of views te krijgen, is misschien easy. Is easy. Why? Yeah. But wat kan je maken als je haar toegekomen? You know what do you do with it? True. En als en gaat brands van jou misbruik? En dan zeg je, weet je wat? Koos maar hier, ik doe die voor ons. But I don't understand the value that you know you bring. Dit is nou iemand wat misschien al een beetje langer geweest is. Je ken die ding nou. Yes. But nou wat zie je ons voor lighties wat misschien in die ding komt en hulle verstaan niet die business? Ja, kijk, ik zou altijd die example maken, maar ik zou zeggen, kijk, jouw views en jouw likes betalen die bulsie. Zij kan trenden op een social media, maar een rechter lief als jouw bankfigures die trenden, dan zeggen niemand. Ja. Zij dat die gaan maken als jouw bank ze insufficient van ze. Bijvoorbeeld, ons kan nou bij een garage stop. Tijd zo eerst geprogrammeerd om veel twee dingen te vragen. Cash of card. Of private check of savings. Ja. Likes of views. Hij gaat even van likes of views. Trend beter gaat. Hoeveel zijn we met likes of views betaald? No, but now, this is why we have to go back to this thing. And we must tell people, you have to go educate yourself. Zij moet gaan leren hoe werkt die bezigheid. And also, ik wil even mensen zeggen, krijgen we jouw manager niet, ne? But at some point, you do it. Maar kijk eens, ons kind stories van managers. Ja, dat was ernstig. Kijk eens, ik wil nog een tijden klimmen van een manager niet. Maar dat is bij je mensen bij je achteraf. Je gaat niks namen noemen. Ja, maar hij is bij je van hulle. Ja. Hij is bij je van hulle. Nou, hoe krijg je mensen team nou vandaag nou, van mensen wat zij weet is loyal? Als het is zwaar om bij je te komen vandaag, wat denk jij? Ja, nee, bro, is een vraag. Allemaal vragen voor ons, wie is ons manager? Als ik ze kan zien, ons als individual artist. Ja. Ons manager zelf. Ik heb daar bij je geklopt aan die dier. En dan zeg ik, nou, stel je belang in, man. Ja, kan ons even jouw manager? Ja, ons het op een gevallen manager. Ik wil laag schoen. Of die manager die posits. En ons gaat performen, vraag ik voor die mensen. Ons weet dat niet, ons moet gaan performen. Yes. Zeg maar, wat ons de 15 en gezet, dan was die gejaal. Weg. Zeg maar, ons weet die van het. Zij die van mij betalen, ze kan niet van mij zoeken. Nou, schop ons bij die manager. Wat is dat? Daar praat zij PA. Dat subscriber of dat is not available. Oh. Zou je weer een sukker, jongens? Nou, kijk eens naar thuis wat ik die mensen nou zeg. You have to have people that would really want your best. You know, want the best for you. Verstaan je nou? En van is het easy om zulke mensen te krijgen. Especially in die gemeente. Ik verstaan de rol van een manager is number one. I must manage you. Any manager moet ook geld krijgen. But the thing is, if we are going to be transparent about this in the beginning, dan verstaan we elkaar niet. Why? Tipa, zij krijgen 15 shows die jaar. Of die next 2 maanden. Hij gaat betalen 10.000 rand per show. Ik zoek 2.000 rand voor elke show. Maak een voorbeeld. Nou weet zij, ik maak hier die en die. Nou, als ze zeggen, oké, listen, just doe het high-end. Dat is niks gejaagd, maar doe het niet, maar dat is voor community. Dan word je achterna, die man is gepaai. Zij meen dat ze high mensen die op 15 en high mensen die op 15. Zo, ik het, zo zij het weggekomen in amper 90 en ik heb niks gevoerd van haar goed team. Nou, that's when, with the dishonesty. En ik denk die mensen raken weer gefrit van geld. Nou, het gaan we gejaagd, dat gaan we niks anders zien. Dat is ook om veel ideeën. Zij moet jezelf educaten, man. Ik heb gezet en kijk op YouTube en die goed. Vraag me, mama, hier, waarom is het bij elkaar? Hoe komen ze nou niet meer hoorspak aan mishalen? Oh. Van, kijk, ik weet niet wie met die worry. Ik word betalen om te zeggen, ik weet niet wie met die worry. Ja, had ik nog een contract met koken gekregen. Prachtig. Zoiets, man. Ik had nog zeggen, ik weet niet wie met die worry. Ze hebben jouw tanden boos. Hij heeft van mij niet. Ik weet wie die worry, maar jouw bek stink. Ik zei, loop, dat je kunt verstaan. Ze nou loop je tanden boos, die op tanden. Zo als goed is wat ik gezegd, dat is mijn kracht. Yes. So ik heb ook gerealiseerd en wat ik zie, wat die problemen in die industrie is. Onze lighties beginnen krijgen nou een naampje. Nou beginnen krijgen een attitude met die naam. Yes. En net daar slice alles weer in je leven. Zij mijn naam wel blij, man. En ons heeft die conversatie nog geheten. I've been on the radio now. Hoe kan ik zeggen, als
10, 11 jaar, you know, and been on social media, and ik heb baie mensen gezien come and go. Yes. En dat is die ding. Yes. Your attitude, let's say altijd, your attitude is what determines your altitude. Altitude, yes. And that's baie belangrijk. Humility is so important. Obviously, you know when your worth is one thing. Yes. But to walk around om te zeggen, ik is nou die ou. Het gaat weer jouw week. Dus at the end of the day, is die mensen wat jou gejapen om aan te komen. En at one point, als zij voelt, zij is nou groter dan die mensen. Mm-hmm. Als iets voor letten, nou weet je wat, nou, loop ja, die kind. Ja. Ah, daar is hij waar. Ja. Zo, so, kijk, zoals ik weer had zeggen, op een van de dag als een light is, moet geëducate worden, man. Zo, mm. So, ik kijk nou, als ik nou kijk, mijn eerste hit song wat ik kan maken, ik kan Wesley, zoals mijn zakken gepakt. Ik heb één dag net besluit, ik zei van mijn broer, zij is toch was dat? Ik is kalend, right? Ja. Zo kan ook iets zeggen van, ik had ze mijn zakken gepakt, maar zij zijn jouw talen. Yes. Ik kom morgen terug. Dus ik mijn zakken gepakt, zijn boeien gom zo. Ja, ja. Ik gaf die song, laatst jaar laat ik je hele social media. Aan die brandslat. Met een zak. Mm. En daaruit allemaal die zak goed dat ze ook mag komen. Maar ik was die erin gezet. Toen realize ik het baat ook in zijn pakje zak. Maar als ik daar zie, lakser is een goed aan. Oh nee, ja. Zo ik me nou, ik figure, ja, mijn zak is nog een pak. Maar hoe ga ik mijn zak pakken? Iemand grozer is een goed binnen mijn zak is. Zo nou ben ik een white channel van mij. Mijn craft. Heet ik moest gaan werken, man. Mm. Ik heb dan die spelen gestaan en bijvoorbeeld lach mij in die fietsjes. Maar kijk, die jongens balance. En kijk nou. Nou moet ze betalen voor mij te kosten. Kijk, ik kan maar mijn nieuwjes. Als je mij wint, als die mij wint, ze gaat betalen. Ze kan betalen, ja. En hoeveel kazen is er gekregen? Hoeveel nieuwjes zijn er gekregen? Ja, ik heb een hele paar van je gekregen. Kom maar mijn video's, ik ga kazen. Kijk, ik weet niet wie zei niet, man. Kijk eens, nou, ik heb ook gekregen in mijn jaren. Ik zie als ik 300 kazen gekregen, man. Toen zei ik, kassen kon me hang out. Ik zei, nee, want ik is jouw ma's, zijn zuster, zijn broer. Zijn kind, zijn broer van jouw zuster, van jouw pa's kant. Op jouw richting, naar deze kant. Ik zei, hallo? Hoe mensen nou? Ja, als je doodgebied bij oma's huis, want oos is allemaal familie. Ik zei, right, willen we opnemen? Ik zei, nou, kan ons die foto's vatten? Kan ik mijn vrienden brengen? Ik zei, ja, kwijt, zei jouw vrienden, moet ik geld brengen. Zij en jouw vrienden. Hij zei, ik wil met jouw lam niet veel. Ik zei, ja, ik ga mijn lam niet af, maar je mag geld. Dat moet, ja. Dat is belangrijk, mijn broer. En, is, en die mensen denken altijd, misschien als artist, you always talking about money, money, money. Ongelukkig, that is how the world goes today. Is, en hoe dier is goed te vandaag? Ik praat met allemaal op die opjes op je podcast. Hoe dier is goed te vandaag? Als die, mijn broer, die, ik zeg die ook voor bije girls. Kijk, al bije mensen zien van mij als die motivational speaker. Ik kan zien motivational speaker en ik praat de reality. Mm. Zoals bijvoorbeeld, het gaat nog snaaks lang, maar ze waar, die is goed wat ze moet praten. Die broer kan klaar, niet zakken met een condom bij jou niet. Nou, ze pregnen, nou, ik spreek ze die broer met zak met kimbies. Oh, ja. Als een reality. You already knew is a red flag before you got there. Verstaan ze? Dat was een rood vlag. Zoals nou de dag ook, dus kop je mensen, alles bizar met een Afrikaanse movie, wat nou december gaat gelanceerd worden. Voor Ossie van zo'n music insert, hij gaat voor publicity. Publicity? Dat zeg ik, mijn vriend, ik heb de hele views gekeken. Eén van mijn songs stream groter als jouw hele company. Mm. Zo'n view samen. Oh, ze hebben gezegd. Dat is het niet van mij. Toen was hij? Nee, zij denkt, zij is hij guy. Toen zei ik, ik denk je meer niet, ik weet. Nou, en nou, dat is ook bij je belangrijk dat ze jou denken. So the thing is, you cannot, dat is jouw koffie, dat is speaking, dat is feiten, dat is feiten wat ze nou praat. And the thing is, once you know who you are, you know your brand, you know your words, je weet wat ze naar de tafel toe brengt, yes. Kan zij met accuracy zeggen, sir, alsjeblieft man, dat is nog wel moord zien. Dat is je denk. En nou niet om te denken, maar nou, daar is je waar die mensen oors voor toemaken. Verstaan ze? When it come to the industry, things like this, en dan zeggen, nou, gebruik niet die, die en die. Daar is, die oors moet nou bije voorzichtig wist how and how we operate met mensen yes. Vandaag. Dan is het jouw naam gebruiken in een movie, en mensen kijken in een movie, die komen in de wereld en zeggen er niks. En dan zie je net jouw naam aan. Nee, maar van een weekje zo niet. En hij gebeurt met mensen al, maar ik ken bije mensen wat nou een... Ik ga toch niet zeggen namen, maar ik heb bije mensen gemiet wat nou ik tussen Zuid-Afrika, you know, en wat movies doen. Even mensen wat nou op TV's, dat chicken companies, wat is die soapies wat we spelen? Ja, die arendvlees. Allemaal goed, en ik die mensen gemiet al, en ik meen movies, en dan movies gemaakt, van mijn broer, hoeveel je gepaid? Maar ik, nou, wie is eerlijk? Nee, maar ik wil weten, because I also want to know, like, how much do you get paid working in the industry? Die man zei van mij, ik zei, die was een big hit, die was een hit movie. Ik heb allemaal gekeken. Ik had de naam nog zeggen van die movie, maar anyways, allemaal die movie gekeken. Ik zei, nou ja, ik denk is een production, recht om je wereld. Het was Amsterdam toe, het was Nederlands toe. Het was overigens allemaal die mensen gekeken, hoeveel het zijn gekregen. Hij zei, maar ik heb 70.000 gekregen over 4 maanden. Waarom is het mooi? Dat is still a problem that lots of actors I know are also facing today. 70,000 rand. Klink voor mensen wat nooit zulke geld gezien is, zoals bij je. Maar dat is je bij je geld. Nee. In vandaag zijn leven, 70,000. Alsjeblieft, je kan niks doen met mijn ID. Nee? Ik kan niet. 70,000 over 3 maanden. Zo denk ik, hoeveel luisteren stukjes. Dat was het 20. Toen was het er nog een 20. Toen was het 25. Zo is je geld gekregen. True. En hij movie. Heeft omtrent miljoen gemaakt. Paar miljoen gemaakt, ja.
En het nooit ergens in, because obviously now you sign a contract, but okay, mensen moeten verzekeren, dus wat een contract zal er zijn. Ah, listen, ja, yeah, and you get in none of the publishing, je krijgt je stukje voor in die movie. Yeah. Verstaan je nou? Nou, how do we combat, hoe kan ik zeggen, I don't understand it for lack of a way to get in fucked. Yes. Wat moet ons maken als mensen? Daar is die ding. Kijk, het komt weer terug naar Jamil zelf, educate man. Educate, dat is ja. Omdat ik zit op YouTube, ik heb data en tijd dat ik waste van mij. Niet waste die, maar nou verstaan ik, man. Hoe werk royalties en hoe werk allemaal die goed. Mm. Ik heb nou gedacht voor een famous TikTok dat je gevraagd hoe in mijn presence is. Vraag me, is dat tip uit jaren? Het is nou alle tweede voorpijpen wat ik om het zin schrijf. Waar zie ik jouw naam staan een keer voor? Dan zeg ik, mijn bro, kom ik zelf jouw straat, man. Social media is mijn hobby. Dat is een hobby van mij. Zo'n hobby, ja. Verstaan ze, is in mijn mainstream. Ik kan allow voor jou wat ik wil mee moet zien. Als ik voor dag wil mee, ze moet mijn Paulo zien, dan ga ik veel met mijn Paulo laten zien. Maar ik ga niet makkelijk, ik ben een info, wat ze niet zien. Als ik voel ze moet zien, dan ga je het zien. Dat is exactly hoe social media werkt. Ik wil nog praten van Gamsi, maar ik heb bij jou opgekeken naar je broer toen hij een specifieke movie speel. Ja. Toen ik een man in die pad staan, toen ik voor hem een brazen zit in die pad loop, toen zie ik mezelf, ik heb aan die movie gekeken toen ik een beetje jonger geweest was. Dus ik expect die bramen in de kamerlijn, nee, ze vraag ik mijn broer, waar dingen van oh, ze zeggen vraag? Nee, ik kan ze vragen, ik wil vragen. Toen wat jij? Ze zeggen mijn broer, die mensen, die zekere kleur van mensen komen je naar maken los toe. Zo, uit zijn fouten dat ik mezelf was, ik kan niet zelf fout maken. Zij kan mijn naam op een ik is op genoeg screens, mijn broer, man. Mijn focus is nou via billboards toe. Billboards ik ga elke maand bij. Nou, Thijs, 100%. Nou, you see, the point that you make now is now by a clear for also and so now, I, this is the reason what I say, mensen moeten educate, because if you don't know what you're getting yourself into, more and more raise your net to likes and views, en dan gaat jou redig niks brengen. Want ik ken mensen, ook persoonlijk, wat baie famous op online is, hulle het meer aan mij en zij combine. Yes. Nou, soos hier sit, ik kan niet weten, want ik weet, hulle was hier so lang, maar hulle het allemaal die. True. Dan vraag ik, hulle was samen met mij, ons movie en tijd, ik zei, nee, kijk eens, ons gaat iets een tijdje of zo, man. Ik zei, nou, schap ze tijd niet, mijn broer. Zeg mijn broer, hoeveel is het mij? Hoe is die tijd? Ik zei, nee, man, dat is 60 rand. Hij zei, 60? Ik zei, hé, mijn broer. Hij zei, cheap, of zei, die ging alleen, wist nou eerlijk. Nee, maar ik was nou eerlijk, man, want ik kan met hem gepraat. Hij zei, nee, maar is het mij, mijn broer. It's not all what it seems. Ik zei, hoe ben je, not all what it seems? Zei, dan, niet wat die, die en die, want to everyone, it looks like you're doing very well in life. True. En hij zei, nee, maar is het mij, zelfs ons gepraat. At the end of the day, as I fake it till you make it, and he said, ja. Maar hij gaat nooit voor jou weken. Kan niet weken. Ze kan niet rijden. We have to get away from the fact of you want to be known, but it's not geali. En dan gaat hij niet worden geali, maar dat gaat ook worden geali. Gaat wel geali, mijn broer, man. You know what I mean? Because hoe kan iemand meer famous dan ik is? Niet nou, niet dat dus ik, maar meer famous dan Drake, maak gewoon voorbeeld. Maar ze zijn niet zelf wens, dus ik op het werk toe. Nothing wrong with going to work on with a taxi. Nothing wrong at all. Nothing wrong. Ik like public transport, maar wat ik meen om te zeggen is, die wijze die je uitgezet voor mij, nee. Het is een baas. Dat is die ding. Maar dat is die waarheid. Dat is die waarheid. Nou, die ding is die nou praat, mensen als oost, wie praat nou over die ding, dan lijkt het naar oost voor zo'n some type of way. Nee. Oost moet dingen door die leven gaan. Haaskort is, oost het like elke maand, net of CEO's voor zichzelf, oost doen twee shows van niet. Yes. Maar oost gaan ook kijken waar je het niet. Maar het zijn maar niet, als ik zie, ze maken ernstig een papier, dan gaat ze mij gezegd op je posters om mensen te rekenen. Ja, ik denk dat die zo loopt. Gaat die, oké. Because wij op een van de dag, ons weet om terug te geven, wat ons weet om terug te maken. Ja. Verstaan? Was je gezegd ooit gezet op een poster en zei, zo naar jouw toestemming? Ja, dat is gewoon niet. Ik heb een baakje, mijn broer. Als ik kijk eens, ik ben gewoon heel erg gevallen. Mijn broer, ik zie dat hij uitzicht niks vindt. Ja, nou, Oscar, dan zoek ik je win. Ik zoek je die man wat ik wil, die man wat die poster gemaakt is. Zij zoek je win organizer, wat gezegd? Je win organizer. Niet iemand het gezegd. Jelle gaat dit, ik zei, zij tegen mij gaan praten. Zoals Iris, ze gaan me betalen van mijn gezag wat daarop is. Because nou stiek ik je uit. Dan denk je me, ja. Ik heb me eens aan, zij wil ik komen. Jelle heeft die voor ons gevraagd, mijn broer. En is dat ding wat ik zie wat nogal aan die broer is. Nou, it's a fundraiser. Is voor charity. Ik kan niet pikken bij jou hoe toe gaan en zeggen, listen, ik heb een paar charity zelfs gedoneerd, ik heb een trolley voor grocery. Ik ga niet rijden op views en likes in mijn bar. Ja, ik weet je zo niet. Verstaan? Kijk, ik ben nog niet persoonlijk raak in de bad. Die maar ziet, kan niet geraan worden, boop geloof je. Nog minder kan ik kijken geraan worden, boop geloof. Yes. Daar is die letterlijk wat gepijt in mijn raak. Yes. Ik kan niet voor eerst gewoon zeggen, als we allemaal lijken om of jij een echt prijs in. Hij mensen gaat zeggen, bro, zet de bal in zijn kracht. Is dat bol? Ja. Zij kan maar hoesperen zoals mijn broer. Zij gaat geen, mijn broer. Zij gaat geen, dit is mijn ding wat ik zeg. Die currency van Amerika is dollar. Die currency van Engeland is euro's. Die currency van Zuid-Afrika is rand. Wat is die currency van onze human beings, van ons hier?
Jy moet geloof het my broer, vir enige iets wat jy wil drive, wat geloof maak jy jou papie. 100%. Nou Thijs, en nou even as jy terug gaan, ek sê vir mense, baie dinge, so, dis nou, dis aan jou geloof en, jy geloof net, nee, dis wat, maar wat is jy moslim is of Christus, nou? Maar, as jy nou terug gaan, en jy geloof nie, Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Jesus, yes. Hy meent het gewek. What I'm trying to say is the most, the great, the greatest yes. figures in oh, religion. Like the topic. My bro, I man was a, it was a he was a shepherd. You know, the man was also collecting. He had a shop. So what I'm gonna say is, even the greatest people were the closest to God. As was in Dayan Glu. It had big for a dung. Kijk, dis wat ek sê, Mr. Meyer. As ek kyk, soos die vaal die mense wat Bible is. Daar was een brok nigga wat saam Jesus geskryf het. Ja. Daar was kapenters en vissermanne. Ja. Daar 12 disciples, daar is mense wat op die aso gewees het. Mm. Because Jesus himself had to get a hand in for me. Nee, we must also angaan met ding. Ons moet angaan met ding, jy verstaan? Nou kom, sy moet jou hassle tjaw, hulle jou hassle nok. Het werk is hoe hulle my broer, sy moet hassle op jy. Nou, thuis kom, ek het die conversation met baie mense, sy sê nou, sy is miskien, sy bid nou elke dag, sy is een kekelijke persoon, of sy gaat maar sito, en ek verstaan hy, en ek respect hy. Yes, sir. Maar sy kan my nie heel dag gaat bid, en dink gij al gaat in jou huis in val. Nou, uit my broer. Not once, I can tell you this, no one that I know that has ever prayed for a million rand in the gevallen on the toilet. Please, I just want a million rand. Yeah, that's a million rand. You know what I mean? But they will give you, God himself is going to give you the energy to go out and get it, but they must slim as well. Hoe is dit gedaan? Kijk, dat is ook om sê ek my bro, vir al dat ze praat oor religion, as sê het eindelijk vir my man, om te sien ek as Christian bro, wat Islam support vir my. As ek nou sê, kijk, jy gaat hoedstok toe, ek word 10,000 mense kos gee, dan is dat my muslim broers en sisters dat my gaat vraag, Mr. Tapout, you know what, we're gonna sponsor you, man. I have like 5 or 6 wholesalers, cash and carries, ons wil vir jou sponsor en gees, easy trick, meneer sy video maken van nie. Ja. Yeah. Nou krijg een ander brood, sy sê, ah kijk, jy moet een video maken, want ons wil sien waar toe die brood gaan, en dan sê ek, hey, my bro, ek question my belief ook. Ja. Yeah. Lucas, nou, ik kan jou zeggen nou, wat iemand een altuur geweest is al mezelf. Je weet dat ze gezien hebben, maar ik heb opgegroeid met een paar wat klussen en een maar wat moslims zijn een altuur gelieven. Ik was een altuur al. So, what I can tell you is, nou, die dankbaar in islam is bijna belangrijk om te, hoe kan ik zeggen, als je nou iets gaat geven voor mensen, is to keep your blessing a secret. Zij houden uit tussen jou en de Heer. Die een aan wie dat die aan doen. Yes, verstaan ze nou. So, als jouw secret is niet jouw geheim voor jou en de Heer. Nah, is die waar. Verstaan ze nou, not everybody comes from that same school of thought. Ik ga niet zeggen, alles verkeerd en alles recht en alles verkeerd. Maar zo mensen weet die misschien die niet. Hij zei dan, kijk, zoals nou die dag, verhalen van mij om te praten bij je open. Toen zei ik wat die mensen, zoals ons nou hier praat, die is re. Die is geskripte goed of niks. Ja. Toen zei ik, wil jullie mee, ik moet die tip uit braam moet praten. Toen zei ik, toen ik die mic vat, toen zei ik, ik wil net voor enige persoon zeggen, daar is niks beter als een orgasm mee. Toen kijk ik. Toen leek het, nou, die braam praat nou Duits. Ja. Kijk, zei, ons is allemaal proef van orgasms dat die zit. Yes. Tot op paas is ook een orgasm. Yes. Zo nou kom praat ik die ding. Dan is het, ek is hier regie, ek sê, dames, ek wil net vir julle sê, en broers, skuif met condoms, man. Ek was a lighty, gaat vir jou achterhoop, gaan hou nie liefde, yes. Ek was die sa debat order, wat moet betaal. En is die? So ek gaat vir julle, ek ga nie sê, moet nie sê, ek sê, van die lamostiek, soos julle hier sit. Ja. Toe lyk het, nee, die broer praat hier. Wat het gedink, Van nou die paaste gaat nou een boodskap bring, of die evangelist, of whatever is, you know what, sex before marriage, toe hulle van my in die keek, en vraag ek my skieboot as wil in die keek. Ja. Toe hulle my sê, ja, maar toe die kind gemaakt in die worship team, toe hulle my van die boot afhaal, toen ik heb iets in die paaste zei, iets weken doen, toen zei ik, nee, ze is 15 jaar getrouwd. Oké. Je leidt is 19 jaar oud. Oh, ze mensen zijn jullie bedoeld gedrekt. Zo. Nou wil ik weer toe helpen van mij. Kijk, ze komen bij de kerkraad voor. Toen ik voor hem vraag, kijk, als ik nog kijk, hoeveel jaar ze getrouwd is en hoeveel oud je leidt is. Was hij nou disrespectful? Zo. Verstaan, dus ik disrespect. Toen zei ik, nee, ik ga het nou lijn, man. Zo, nou, wat doe ik nou? Double standards. Als ze kan, mijn broer, ze kan niet, moet niet twee levens leven, man. Wie zijn er real, man? Ja. Verstaan, zo. Kijk nou, ik heb altijd gezegd, nou, ik zal een like om een beetje well known te wees, maar nou raak ik frustrated. Ik kan eens uitlopen met mijn family. Kom eens aan, juist. Kan eens een foto. Zoals gisteren. Toen zat een iet ons mee, broer. Ik en mijn ma's birthday mee, broer. Zat een iet. Die mensen vragen, vat een foto. Nou sta ik op, vat ik een foto. Nou, die voel zien wat ook hier zit. Kort, zij is maar een keer aan ik staan. Nou zat ik, nou iet ons. Nou kom bij weer. Nee, man, kijk. Toen verhaal ik in jouw phone en zei, die jongen hoofd om kwijt. Zij dan gezien ik staan, zodat ik anders in haar aas een foto kon vatten. Nee, maar ons moet ook wel uitpraat, because the etiquette is also very important of how you approach people when they're outside. Ik krijg ook nou voor die weekend, nou voor bij jou, want dan zit ik ook aan. Ik heb mijn galerie zit nou lekker, ik ga nou eten met die mensen, kon 6 mensen, kon af willen zeggen, en we hebben foto. Toen zei ik, maar ik zou ook strijd met ik staan op, ik zei, hallo. Niks aan zijn foto kon vragen, ze kan wachten tot ik klaar geëet is. Ah, en kom in respect. Hij zei, ja, maar best wel, ik zei, het weekje zo niet.
ik is nou om een scope van jou dame, ik wil je niet mooi laten verstaan. Yes. Ik is ook mens en ik zit nou hier. En ik heb uitgekomen. And you must understand, obviously, if you are going to be well-known mens, dan gaat voor foto's met je vader. Nah, and just sell it, and zij likes it most. Likes it, and, yes. And you will do it van, zij is liever, maar soms daar zijn niet die lusje. Daar zijn en zij is ook mens. Zij is mens, mijn broer. Ja. Yeah. So, but wat ik ook zeg is, wat ik wel meet het op social media, is nou een nieuwe lifestyle van mij, man. Mm. Ja, mijn broer is veel klomp, vijf goed wat die aan gaan, joh. Sure, hey, my friend. As, nou praat ze over die goed. Kijk, ik zeg altijd, voor alles ik op school praat, moet niet wat willen zien op een phone of op een laptop of op een smart TV, waar even ze kijken. Dat waar het is. Alles is hier de waarheid. Mm. Because is bij je van alle wat project van, ze moet niet roken en drinken maken, zetten zij bij samen, als hij klaar gepraat is. Klaar gepraat, ja. Zo zeg eigenlijk, kijk, meneer maar is ook een drinker. Man. Mm. Because ik kan niet veel zeggen, maar ze moet niet roken, maar nou, als we nou klaar zijn met die podcast, stik ik van mij in. Ja. Zeg maar nou een beetje questions. Die jongen, waar hebben die jongen nog samen gepraat? No way. Ik heb nou een paar shows gedaan bij scholen, man. Ik heb ook motivational stories gedaan bij de van een scholen. Maar ik heb specifiek naar mijn eigen school toe gegaan. Hij was nou bij Gravy High. Ik was bij Gravy High. Zeker voor de kennis. Nou, en ik was bij de school en die plannen. Die was namelijk nou begin van het jaar en laatst jaar. Nou, Sheila, namens mij, want je doet toch geen verandering van de school. Ik zei, maar nou, Sheila, denk ik zo zeggen, I'm going to give him the truth. Yes. Ik kan ook niet liggen. Hij zei, guys, nou zei hij, die wat slim bij mij. Een van die teachers zei, die van allemaal niet drugs doen. En allemaal, ik zei, guys, moet ik nou voor jullie nou zeggen, guys, don't do drugs, don't have sex, focus on your work. Weet je wat, hoe was ik op die school? Fuck, joh, ik ga naar... Kijk eens, ik wil nog een beskoop als op die podcast. Maar joh, als we op train gaan, naaien gaan. Ik was jouw beer, ik heb een biertje gestiekt. Oké, doe maar niet van mij, maar shout out voor hij teacher. Zij is crazy en dan weer eens. Ik kan van de mouth. Hij van mij laat de mouth. But now you see, when it comes to this, it was not by a real, but then I said, guys, you know what? Ik weet jullie gaat jullie kakken aanvangen. No? Ik weet jullie gaat jullie kakken aanvangen. Maar ik wil jullie niet weten, dat is klomp dingen wat jullie gaan komen in je leven, waar jullie moet nog opkomen. True. At the end of the day, wat ik van jullie nou kan zeggen, waar jullie nog jong is. Als ik nou terug ga, gaat het. Spaar je geld nou. Ga in vis, ne? Ja. Maak we zeker je krijgt je credit recht. Yes. Ne? Maak we zeker je gaat maken je ID, je license, allemaal documentaire recht. Because believe me, one day in life, dan is krijg wakker niemand van jou niks gezien. Hallo, sir, what is your credit looking like? So, dat wil hij zeggen. Hoe meer je nou mijn credit score, ik heb niks accounts op je. Oh, ik deal met een cash. Okay, sir, well then, you are unsuccessful. En je gaat nooit thuis, ook niet. So what I was trying to tell the people is, ik weet dat jullie kakken vangen, maar ik zie het, kijk niet vast, want dat is klomp dingen, wat jullie nog altijd gaat doen. And it's going to be your detriment. Yes. If you don't know the stuff. En alles is open voor ze. Kijk, zoals je nou zegt van credit score. Mm. Die is het ding wat ik achterna achtergekomen heb. Mm. Ik heb al meer cash gegeven dan wat die mijn rekeningen gevloed. Toen kan ik even staan, toen ik je kan applyen voor een bonnie. Zeg je tenig je al? Hoe werkt die? Wie zeg je tenig? Ik zeg, wij dame, weet je wat? Nou? Ik ga nog als weer bang toekomt. Ze hebben nog gezegd met die rekening opmaken. Dan ga ik veel meer horen wijzen of nog een verdag. Bang maken voor de klok toe, een verdag. Maar hij was pas toe, denk ik. Dus, dan ga ik je wijzen hoeveel jaar breng ik een cash in. Ik wil het aan mijn rekening betalen. Zo, dus dat ik zeg, voor al die ouwens zijn buiten, ik raak kwaad voor because hij moet niet omdat jouw geleerdheid van jou weggevat is. Nou wat ze die leidtjes nomen zijn goed te bouwen. Bouw. Leer die leidtjes, laat hulle credit score bouwen. Yeah. So laat hulle kan verstaan. Jij is kwijt om een E-plus, dus ik kan hij in elkaar voort. Kijk, jou credit score is bijna makkelijk, man. Yes. Die system, ze moet aan die system is om die system te verstaan. Ja. Yeah. Als basis van de kant al zien, ja, dat is een klomp kaga. Ik weet maar, hoe ik mijn eerste zoon gekregen. Op een van die dagen, ik maak hier eigenlijk deze, want ik blij naar is. En een RDP is wat mijn oma gekregen en zo. Oké. Okay. Dus ik mezelf, toen ik een kwalifier voor een bond, dus ik mezelf, wie zei, ik heb deze ID hier, man. Ja. Yeah. So mijn bond. En hij betaalt ze maar die ISA zelf. Zo mijn bond is about 9000 rand. Right? Toen zat ik toen een nieuw tag ISA achterop. Zo iets moet dat gebeuren nou. Die toen een nieuw tag ISA achter alleen betaal mijn bond. En die mensen aan die ISA blijven van mijn profit. Prachtig. So, nou weet ze zo'n tijd aangaan. Nou trek ze second bond uit. Nou, die is goed dat wat onze leidt is. Nou, dat, nou was ik verstaan. Nou, dat is, ik praat voor die mensen. Maar die cellen dan oren. Maar zelf verstaan. Zal die verstaan niet? Ze zeggen, nee, hij is een klom. Ik zeg, you guys. Kijk eens, jullie gaan nog vastlopen. Yes. Jullie gaan nog eerst nog vastlopen. But the thing is, you have to. Some people have to knock their head, unfortunately. Zij moet, ja. Ik heb mijn kop bij je gestaan. You know what I mean? En nou praat ik van, I know what. Ik ga naar die different scholen toe. En dan zullen mijn voorrijd met zijn meisje, dat blijft me niet vloeken. Die is nou 8 jaar terug, man. Je weet, als je die video's gezien, die voorste video's. Dan zullen mijn meisje, please, dan zeg ik, kijk eens, dat is het difference tussen iemand wat voor jou misschien iets had gegeven en iemand wat mal is. Ik heb misschien mali. En dan gaat er op die stage komen, yes, allemaal jullie poester, ik wil niet gaan.
Ek sê hallo dame, ek is op die radio show elke dag, ek kan nie vloek op die radio, so my hoop hierdie, good morning Cape Town, a big shout out one time, gonna get Ashwin for joining us, shout out one time Mr. Tapout, we having an absolutely fantastic time, brother, that new song of yours, absolutely amazing, listen, when you dropping that one? Bogafraat. Daar is wat jou die papier weer brug. Yes. Daar is waar education weer inkom. Yes. Sy kan behind the mic weer, Mr. Meyer wees me. But it was, but it's baie serious for my om te mense te laat weet, no matter where we go, we're still going to keep it real with you all the way. Yes, true. Het gaat nooit, hy ding is waar sy nog gaat pretend, sy is iemand anders sê. Daar sê. Ek het vrienden van my wat getrek het, Amerika toe. Kom hulle huis toe na 6 maanden, sê, ja bro, like, sê my, ja, it's like crazy, like where I've been. Ek sê, hallo, Ryan, sê gaan jou ma vir een neiger. Waar is hy ding gaat koop van hulle? Sy meneer was sê, sy was 6 maanden weg en sy praat nou so. Ja, loop die kind, tip out, ja, vijand. And it's nothing wrong, it's nothing right. When I say it's nothing wrong, ek sê, okay, sy wil beat, miskien bitter of wees, but ek sê, sy kan nie so fake wil wees, sê. Nah, it's no fake, my bro. Oh, sy mean, sy is twee weken in London, of sy's 2 weken in Japan, en sy sê, hot song, ek sê, nah, yay. Ek weet julle leeg goed, ha. Want sy mean om te sê, 6 pakken noodles, nou praat sy so. Yep. Kijk hier, nou, dis die ding, my bro. Yeah. Waar sy weer kom, daar is het skotties, my bro. Ek kan vir hom vraag voor sy record, ek sê ek, my bro, hier is te veel mense wat sing oor skouwetsies en voetsies. Ja, ek weet die instraks in sit, het werk. Maar het werk net vir TikTok. Yes. Het werk hier in die corporate wereld. So ons moet nou corporate beginne ding. Dis hoekom het ons beginne, is net vir nou, man. Because klom mense kan relate, hey, die mense praat van, is net vir nou. As jy meer langkie, alles gaat bitter raak. So ek sien hulle song, laat jy kan verstaan, ook is ren vir my kop, hey, Mr. Tapout, hulle sê, alles gaat door uitwees, man. Ze gaan misschien weer sit uit, verstaan ze. En om terug te kom na die education toe. Dis ook om, ek gaat altijd vir die skoolie sê, sy wil hoospak aan Misa, sy wil nommers sê, en sy wil dag gaat speel, lotto, my brad, sy zijn vol nommers. Ja. Misschien kan jou liever verander, my broek, of jou graag moet sy nommer. Ja. My broek, vir kies dat voor ons aangaan, my broek, ek voel sy my na my nou te luister. Ja, my broek. Maar my broek, mannen is net van nou, man, en jylle moet aankap, kijk eens, ons is nog nie klaar, ons is vijf maar klaar, maar ek wil gauw aan die namen gauw klim, en sê vir die mense, listen, jy is net van nou, en kijk eens, baie belangrijk, be real to yourself, gaat educate yourself, gaat leer een beetje, en alles gaat beter raak, reg? Asso, hy moet beter raak. Kijk eens, sê vir hulle, my bro, warm, aan die brand, en jylle maak iets na iets, en die mense voel het. Ons. Quick question, nee, wacht gewoon voor, ik weet wel ingaan daar. Nee, no problem. We gaan bring it back quickly. Hoeveel kinders het is willen? Kijk, ik was een sperm dan. Sperm dan, Rita. Ik heb een paar, ik heb hier en daar, ik weet niet meer. Oké, hoeveel wat ze van wiet? Hoeveel kinders is het? Ons wil nou diep raken, ons is nou ernstig aan wie je denkt. Ik wil die waarheid te zeggen, ik weet niet meer, man. Dat is een vraag wat ik mezelf elke dag vraag. Ik weet wat de man zijn naam uitdoop, ik zo maar die en zie ook zijn leidtje van mij. Oké, zo krijg je maar ook nieuwe leidtjes in. Staan ze. Nou gee ik een toto lief, staan ze. Dan zien ze die, dan gaan ze zeggen, die jongen praat nonsens. Ik kan maar niet toto genoemen. So ze gaat eens één noemen of twee of drie of niks? Ik kan niet meer, bro, man. Ik kan redelijk niet meer. Oké, why? Hij gaat moeilijkheid maken. Why? Was het even? Girlfriend? Married? Ja, ik heb een girlfriend, man. Zij heeft een girlfriend? Ja, ze is bij je supportive. En hij is nog één ding wat ik kan zeggen, verstaan ze. Ze was ook niet makkelijk, man. Heb je die industrie is een ander ding, joh. Nou, het is hele wat ik voor hulle gevraagd heb, want obviously nou in die industrie, nou, hulle sien, ze is moest bezig, hulle sien, nee, is boekt en busy. Was er dan niks op die party? That's it. Hala, see me out. You know what? A podcast is a place that people invite you to snitch on yourself. No? Ik wil ook hier mensen, maar niet in naga iets zijn. If you want to answer, 100%. If you don't, it's okay. Kijk, je oors is human, man. Verstaan ze? So, any dinges. Nie in my preview, in my relationship, wat ik nou was, verstaan ze? But, a man was omtrent bizar, man. Ik kan nog een douw met broer voor ze op steeds gaan het. Toen was ik bij mijn kamer naar kanaan aan die female toilet, man. Okay. Maar toen zei ik van, man, kan niet lekker staan, ik heb me zo mag, man. Okay. Toen was disability toilet. Oh, lekker groot. Toen vroeg ik, wat maak zij? Toen kan ik zien, zei, kan me zien, ik bij mijn kamer, die kunt het, dat is een ibo. Loop, die kunt.
No, no, this is like a story that I will work for, man. That's a mandatory office. I can now talk, man. Tiana girl, now last week, you say, well, listen, you know the problem is, I can't know by influencers, so to speak. I can't know as I know by influencers, there's no four TikToks that I influencers. So. Now, as I can fra, maybe it's fra, but as I mic off, as I can it's honest. But I understand, you obviously don't want to miss your stuff about the brand, which I get. No, but I get some people that don't want to, so I can't know if you say, oh, what a dash, but some people can't wait for you as a so fluky. Ik zie dat jullie poesuk. Nou, 2 jaar later komen we terug. Please, Mr. Maybe, we want to work with you. Maar dan let gelet. What I started to realize is that the world is changing. The realer you are, the easier it actually is for you to get people to come and work with you. Because ik denk, als net zo lang ze kan leo, hoe kan ik zeggen, ik opzet. Yes. Ga je depress maken? Yes. Ik ga je bij depress maken. I know people wat nou in die ding is. En ik al nou voor de afgelopen 2-3 jaar, als ik hulle krijg alleen, dan hulle, ik zeg, hoe kan je dat? Ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer. Ik kan het niet. Als ik met mensen haak, good morning. Ik zie die partij, wie zij is, wie zij is. En dat maakt hem tired. Maak hem ook, ja. Van ze elke keer dat ze uitkomt, ze is een hele persoon. True. En twee mensen niet van jou, nee, weet je wat, ik hou van jou, en ze is dezelfde persoon, want ik krijg op haar namen, op haar TikToks, wat in de real, ze is dezelfde broer nogal. Dat is wat met wie is mij, en om terug te komen naar uit, wat Mr. Meyer nou praat van de renners, kijk je. Ik heb ook begonnen te zien, mijn broer, man. Famous soccer players, dat bij Ajax hebben gespeeld, ze hebben wel op de TV gezien. Nou, vandaag, bij alle jaren, was mijn dochter, ze matrikbole, maar ik heb die Peter gehaald, dat zie ik, mijn broer. Ik heb dan jou kazarig, ik heb dan op het stadium gaat zitten om van jou gaat dobbel. Ja. Ik heb dan jouw nummer van jouw jersey wat ze in speel. En ik kan achter mij ook, because ik is een fan. Ik is een fan, ja. Maar nou zie ik, hij was maar net de wind wat gewaaid. Of als was nou een aircon era, maar naast hij meer tijd voor fans. Nou, Thijs, nou moet ons nou ook teruggaan. Zo moet ons elkaar vragen, hè. Als het zij schuld dat hij gebeurt met hem, hè. Of heeft hij hem zelf gezet in een positie wat hij niet verstaan, waar hij hem ingezet heeft, wat hem opgemost heeft. Verstaan ze? Hey, ik zeg even om nou, specifiek even te praten. Maar in real life. In real life. As. Kijk, dat is die ding. Dat is ook om zeg ik van die light. Is als ze nou van mij kijk. Zij gaat van mij op je haven zien, mijn broer met vissen. Wie zag om vissen te flik. Daar zit ze maar, mijn broer, die on. Als ik mijn vriend. Kijk, als ik betaal 30 gram vis en ik verkoop het voor 120 gram. Zij kan maar wat kan dat doen, hoeveel maak ik boepen vis? Ja. Zoals ik 2000 vissen waar in mijn hand verkoop het, en zij wil nog kijken omdat ik een beetje naar vis rijk, dies, zij moet streams of incomes moet ze hebben. Ja, you need more than one. En ons markeert hij, en specifiek hier in Zuid-Afrika en de Kapen. Yes. Na wat streams of income do you need to survive a month? Dat is het ding, maar ik heb de grote respect voor die leiders wat op de straten naties lopen verkoop. Die reden ook, ik zo zei, hij zei, broer had met een boot staan. Kijk, hij kan niks voor hemzelf doen. Hij wil bij jammer. Hij zei, broer is op je zo. Ik klim zomaar uit mekaar uit. Als ik ze kalijtjes krijg, praat ik een beetje met hulle. Ik weet ze werk voor een baas, maar ze kan jezelf die ding doen. Because yes. Ja, en by the way, education is key. Maar het is bij een dom jongens wat miljonairs is. Ja? Because hij kreeg voor mijn accountants wat gestudeerd om een accountant te wees. Hij heeft misschien niet een school klaargemaakt, maar hij heeft zijn brein gebruikt in reality. Zo, hij is hier op boeksmaat, maar hij is street. Maar hij is street smart. En hij kan ze niet kopen. Hij kan ze niet kopen. Ze moet ja. Nou, het is goed, het moet gepraat worden met hem. Want hij kan niet van bij die goed gaan. Wauw, ik heb een paar woody rodders van jou ook. Maar je gaat een paar Engels en een paar Afrikaans. Je gaat een paar Engels eerst. En dan zoek je weer uit te die rodder hebben lunch met Nelson Mandela. Als hij kan kiezen, zei Nelson Mandela gaat nou lekker zitten, lekker bootkoos zitten. Wat iemand wil eten. Wat is dat iets met Nelson, by the way? Met Nelson? Ja. Maar bij de eerste paas of iets in zo'n soort dingen. Oké. Right, nou, so, als jij dat zei, lunch nou met Nelson Mandela of met Amelie Sprangbokke? Nou, ik zou met Amelie Sprangbokke wat zo, man. Van die Sprangbokke? Ja. Van Nelson los? Nou, los ik voor mij, bro. Zij doen klaar voor mijn nieuwe zakken, zo, oké. Ah, zou je zien, man. Nou, dat is, wat zal je samen met Sprangbokke praten? Nou, ik zou samen met hulle praten, kijk je. Dan is hulle goed, als hulle verloor, als hulle goed. Zo, hulle maak je ook een beetje mout die wijzen, man. Okay, next one. Would you rather have your own private vineyard in Constantia? Your own private vineyard or a beachfront villa in Camps Bay? Hey bro, ik verstaan moest Engels lekker niet. Wat is okay, why? Zij de eier. You have your own vineyard in Constantia, so brother, want zij kan your own wine maken en zij ook groot land daar. En wat is zij boeren in Constantia? Zij your own section wat voor jou is, right? Of, ik zal hier rijden, ja. Of zit een groot huis in Kemsbeien? Nou, ik zal hier rijden. Ik zal hier een consensie hebben. Hoe kan dat? Zo zeven mensen, hoe kom? Because, kijk je, in Kemsbeien gaat ik zien, deze uitgave. Ja. Maar in consensie gaat het de inkomsten. Zo die inkomsten kan maken dat ik weer van mijn huis aan ga kopen. Oké.
Fantastic. Next year, would you rather have an African penguin follow you around? So the penguin has oral... Masaya takalonga si. Nah, a penguin... Oh. A penguin man. Bisa ba 'to? Okay. Sabi tayo sa penguin. Yeah. Okay. I think as a lupendas sack of a lupenda dolphin. Sure dang, right? So di dang gaat oral vir jou nou of a dassie. Wie is die klub dassie? Ah, nee bro. Jy sal nooit vir uitgery nie, man. Sien hy goed wat oor die pad swaal op terwyl. Sien hy goed. Hy dassies. Ek ry wel asat. Hy sorry. So I had die penguin gaat jy oral follow. Of die club dasi moet jy getuig oral. Ah, club dasi. Die club dasi. Ja. Yeah. Okay, nou hoe kan die club dasi waar die penguin aan? Okay, is jy altyd visible, man. Okay. Okay. Nou het ek 'n paar Afrikaanse vir jou, né? So jy miskien sal dit beter nou verstaan, né? Sal jy kies om jou slapgat te sit op 'n houtpaal of 'n strak loop seep op 'n warme klip? Hey, God, hy is het. Why is hy gewees hè, sal jy kies om jou slapgat te sit op 'n houtpaal of 'n strandloper seep op 'n warm klip? Nou, op 'n houtpaal. Op 'n houtpaal. Okay. Niks en oor jou is sou jy verkies om die skerp wind van die Kaapse, wind oor die voëlflikkerige son wat die bol in verkeer te jou gee. Verstaan jy wat ek nou gesê het? Hey, God, hy is ernstig wat met. Nee, wag gou, dis kat die. Ek sê my nou, dis die oos, ok, sal jy wel kies om al wee nie? Nee, wacht, dat is ook nog een mos. Ok, wai. Sal jy verkies om, hoe kan ek nou sê, die beste te wees in jou eie land, as het kon nou by rap en my songs en hy, of die beste businessman? As wat kies het nou, as het business of die music? Business. As die mense vir jou nou gesê, my broer, is 44 miljoen, my broer, sal jy die ene verlaat die music, sal jy die vat? Ek vat het, ja. Sal jy nooit weer op social media klim en dan sê jy, jy kan nooit weer op social media klim. Ja. 110%? 110%. Ek ook zelf. Ja. Ja. Because, my brother, huh? Ek kan van my labels en goede opmaak as a ghost. As a daar ghost, ja. Daar nog altijd gaan. Want ek zet me niet gejaan. Backstage, ja. Ja, dat kan niet van mij. Ik kan zeggen, het heren, my brother, my kak praat samen in, my brother, oh, zoek jou die, my brother, man. 110%. En, why, my brother, en voor jou, have you ever done any drugs as of late? Was jy nog, jy moes nog klaar gesê wat jy jong gewees het, maar en jy sien, jy het geshoppen en so. Toe ek net vlam begin vat. Ja, toe sê jy weet. Kijk, toe ek net vlam begin vat, ek is hier nog een braa wat skamers hier mee bedoel, man. Toe die neus die wil draai bij my kom aan. Ja. Toe voel ek sometimes een superman. Toe sê ek, nee God, die goed laat my begin goed geloo. Vat ek jy as hier mee bedoel, 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 ik heb één dag op die stage gestaan, toen denk ik perform te staan. Ik zei, ah, hoi, jouw lyrics. Van in mijn mind performing. En ik ook, nou, hoi. Nou, mij, kijk eens aan, oh, lach je oor. Als je waar. Als je waar. Dan moet ik nou liggen, dus nee, nog nooit. Ik heb nog nooit. Nee, zo ik in die mensen al klaar gezien. Ik heb een post gezien, en ik heb zo'n trilijnige moer. En dat was hij die kleine wat jullie vandaag maken. Dat was werken. Het was sukkersteren. Kijk eens aan, het was kriefsteren. Het was, kijk eens aan, oh, een kriefsteen geboer, volle kriefsteen. Ja. Maar, nou, but nou, also, ons kom bij een punt waar, ik denk, jongere kennis, ne, ja. Denk as die enigste wei. En ik praat die van, ik ken klom mensen, ik ken verbrassen wat ik jaren min gewis het, nou, en dat is nog altijd diep op die ding. Is there a fine line between having a good time, and to fuck yourself up? Also, nah, is die waarheid met jou. Maar het is in die kook is het ding wat het mossel zijn brein leidt is op, man. First of all is het dierensport, dat is die takje mee, bro. Ja, is dier. In dat gewoon wat de waans is, wat kan tak mee, bro, man. Amal kan die kookje mee, bro. Hij is een dier, hij is dierse ding. Want ook als ik krijg, is nou ket ook, hij is nou bij die sibling. Maar die goede wat ik geslaat heb, ik zei, hij goed mee laat voelen, ik een superman. Ja, was Presley op die stijl op die dans. Verstaan ze mee, bro, dan fok hij goed met mijn emotie en zo. Want ook ik mis nou zo met mijn cousin, wat al 3 jaar frikken. Tani kom, my broer. Nee, hy is die beste jyne van jy kom. Nee, ek was van 10 nou. My broer, 10 is hy 3 jaar frik. Ek sê hem ons dit, ek mis hem. Sien, sy sê, wat ek kan realise, die goed is hy van my nie, my broer. My begeerte was altijd om my wit kind te stiek, man. Okay.
Het is uitgekomen, by the way. My bro was as hard bisa. Oké, kwijt. Prachtig. Ik ook zei van Skangbora. Vind je die shirt wat oors met 200 rand? 200 rand. Nee, my bro. Hier is op een skangboot. Te ek nog die kan gaan stiek. Toe kan ik je stijf raak. En dan zei je wat? Nou, ik heb bij je mee het zoek. Ik zei, laat schat met een lappel. Hij blauw pelletjes. Hij zei, ja, maar je ras mijn kop af. Ik zei, ja, zei, voilà. En zei, ik is nog wat omtrent gedraakt, maar ik denk wel die week. Ja, kijk, en ik heb ook een probleem met mensen uit koken. Ik heb klombroezen om wat kook. Ja. Al wat ik voor hulle kan, wist is maar net te lach, man. Ik ga ook veel prik, maar dat doe niet. Nou, 100%. Zij weet, ik heb het gedaan en ik doe het niet meer. Ik kan, nou, wat draakt is voor jou wat. Zo. Ik ga niet veel zeggen, nee, maar je, mijn bro, los die lijnen, mijn bro. Ik ga veel vrouw. Mijn bro, ze is een beetje, maar hoe ze nou, man, slaat de lijn, mijn bro. Ze kan recht komen, mijn bro. Ja. Ik was weer van haar brazen. Ik ga toen niet motiveren om kak aan te vangen, maar ze vangen het al reeds aan. Zoals zo, wat kan ik maak om nog voor jou te zien? Of voor jou te zeggen. Maar ik vat mezelf even als example. Misschien nou, 8 jaar, 10 jaar geleden, zei van mij gezegd, moet niet doen. Ik zei, jij moet zeggen, maar je zin in, kan je jezelf dood verstaan ze nou? Ja, mijn bro, maar die mousens en shit, wat komen die kak, mijn bro? Mm. Als je wacht, man. Nou, thuis ook op mijn boodschap begin voor paar van die mensen. If you doe het, is en je denkt, maar enige, het hoef je cocaïne te visie, het kan een unga is, het kan tukkes, het kan niet dagen is, het kan niet stilpijn is, het kan wat is, whatever it is. Wees niet verzekerd, zij weet waar jouw pad is aan zijn. Jouzelf gaat niet uit balance. Maar ik zou nooit deur kunnen stiek wat kookje mee, bro. Hoe kan dat niet? Nou, hij goed wel niet slapen, bro. Zij weet niet wat ze zegt, zij is klaar. Ze zegt, gaat ze gaan nog krijgen niet? Ja, mijn bro, ik vraag, nou, dus die Engelse kan is dit to come yet. Zoals die... Kijk, ik heb klomp, want we nou kom hier, verstaan ze. Die kan vragen van mij, are you kinky? Nou, zeg ik, zij praat, maar zei, ah, bijnaam is misschien Pinky. Oké. Zeg, ja, I know you. Mijn broer, ik ben in die kunse kamer, kost ik, die kan het boeien zijn, nou, wop. Ik zeg, jeeuw. Oh, ze zeggen goed in deze, man. Ik ben in die is, jongs, I'm Christian Grey, Anastasia, shit, wat je kan. Toen maak die kan mij vast beroep van mij, die kan beginnen moer van mij, met die zambok. Ik zeg, waarom net zo? De man zegt, jeeuw, dip out, jeeuw. Zij zei, it's a turn on when you do this thing. Nou, eigenlijk ben ik... Ze kijkt, nee, man. Hij zei van jou gezegd, bait me. Ze zei, ja. Ze kent van me gezogen. Ik zei, nee, zei, weet je waar, man. Ze zei mezelf, deze setup. Maar mijn bro, rij dat kook, man. Kijk je, zoals mijn motie, ik heb een goede dame verloren. Ja. Ze is een looier. Is die nou jouw motie? Wat ik verloren heb, ja. Toen vat ik me net vlam op die ding, want zijn naam was TikTok, man. Ja. Zien dan, nou, ik is nou agressief. Ik is nou agressief, nee, maar als ik weer liefde voor de mensen, dan voel ik me roos. Zou je een beetje bipolar en zo? Ja, daar is dat ik ook aan. Maar ik weet niet, doen het aan andere mensen. Andere mensen, ja. Maar hij zou het aan mij gaan doen, het met mijn broer, man. For sure, nee, ik wil voor jou. Mijn broer, wat is zo school of niks voor jou, mijn broer? Wat is ik was nou bij Meyer, zei je win. Ik was nou Sarah. En dat was het toer waar men dus nou bizar is, waar oors mensen wat dit voor ons op phone zien, man. Oors komt nou tot binnen in de stad. Ik heb me nog een realiseren, man. Die klap owners kan zeggen, kijk, je geeft voor mij je doordeel, man. Ja. Zo zei je niks uit die. Oors is het Robertson gedoen nou, oors het Beaufort West gedoen. So oors gaat nou allemaal hier karoe wereld op. Oudsoering is ons niks, Nysna, Mosselbay. So oors is omtrent bizar. Was hy nou vir die man of nou niks man? Was nou vir die man? Vir die man, oors, jylle bizar. Maar stop, no? En niks man, oors is uitgeboek vir December ook al. Maar dis die niks ding wat ek vir guys sê. Is kwaai om bizar te wees. Wat het baat is bizar en sy sê productive. Kwaai. Because you're going somewhere fast but slow. Yes. So wat baat het, ze gaat vannacht ergens naartoe, maar ze is nog starig in progress wise. So, om bizar te lijken, zoek aan het ding. Kijk, die app kan maken. Dat is bizar. Ik kan nou iets uit die draft halen, like het, ik zit daar binnen in een penthouse, maar ik zit eindelijk hier. Ja. Yeah. Because daar is een draft. So, zij gaan over jezelf, ze moet een rera waar, zoals we ondergepraat het, ze moet. Ja. So, die toos ook, man. Ik zeg, het baat is. Heet je baat van die daad, wat je niet eens lustig? Nou, hij is bij je daar vanavond om zo zaterdag. Laat ik alles hier komen, wat hij lust niet. Zaterdag, toen was bij jou, je wint mijn broer, toen was het 4 mics. Als ik mijn mic kan zetten, of hij zet zijn mic, dan maak ik mij pap. Toen zei ik, ik is klaar voor hem. Toen verstaan die winning organizers, maar nou, hoe bedoel ze nou? Toen zei ik, mijn broer, zij gaat van mij laten kakken, man. Laat ik het zo maar voor jou straks zien. Ja. Zij kan het, zij bij jou zitten, weet of wat die. Maar als jouw mics kak is, als kak, brother. Als kak, ja. Because oors gaat nog staan en performen, mensen van en mensen gaan zeggen, joh, dat kak performen. Kak performen. Ja. Ik ga die mijn tijd moesten mee brengen. Zo, daar is hij daar wat ik gevoel. Nee, fuck, ik is klaar met die shit, man. Was move aan naar die next ding toe. Kwaai, nou wil je voorstel aangegaan, mijn broer. Ik wil gewoon wat die nog gooien.
En as ons terugkom, kan ons 'n bietjie daaroor praat, want jy verstaan mos nou wat die tyd is nie, man. Baie belang om jouself te hê. Sy moet, ja. Sê wel. As wel dames, man. Sy moet op een man depend, man. Wat heb jij iets niet? Heb jij ook fietsen doen? Ze kan gewoon fietsen, ze wel? Oké. Right. Wie ik zei het aan jou zelf, man. Was de Meyer, was de Teppas? Hier kom ons. Die gaat ons, ja. Teppas, je voor jou. We have a good time here, baby. One time, like I said, welcome to the PSI podcast. Us whatever you want, or scared for you. At the end of the day, hit yourself, mama. Hit yourself. Oké, okay, right, man. Hij is mijn man zoek, man. Wat die mouse nou op hem zet, man. Kijk wat zoek, man. Wat is man? Loop, tijken. Tip uit jouw vinger. En kap, zijn het aan. Schot is aan. Schot is aan, baba. Schot is aan, baba. Ze lijkt het van achteraf. Kijk, ik kan zien dat ze voor een nog achter. Kan niet helpen, wat die meer bestaat. Het is zakkenpak om het vast te staan. Dan is Schot is hier niks. En niet schap. Dan ga ik het. One time, baby, like I said, we turning up here to PSI podcast. Guys, from my side, the Maya, I want to say thank you so much for joining us here with the PSI podcast. Mr. Tepo, thank you for your tight booker. Much love, my bro. My bro, last word van jou voor gaat schrijven. Kijk, staan en slag voor iets, man. Van ze vallen voor alles. Ons mensen vallen voor alles, want we staan voor niks, man. Ze laten staan voor ons jou, man. In week zijn het aan jezelf. In kap zijn het aan mijn laatste. Kijk je. Hij laat nou lachen voor jou in je beginningstages, man. Hij gaat ook betalen om te lachen voor jou. Lekker dag voor jou, man. Wanneer je Gansbury is. Thank you for joining us at Gansbury is. Guys, be out. Salute, guys. Your broom is the Meyer. Your broom is the Meyer. Your broom is the Meyer. Back with another public service announcement. Back with another public service announcement. Hey! Gentlemen, you guys are feeling good this morning.